Belangrijke aanwijzingen voor vliegtuigpassagiers. Veel mensen die in dit land bescherming zoeken, vinden deze niet. Zij worden uitgezet. Als u een vliegreis maakt, is het daarom goed mogelijk dat in het toestel waarmee u vliegt, passagiers zitten die tegen hun wil reizen. Om een uitzetting toch te kunnen doorzetten, worden zij begeleid door marechaussee. De marechaussee heeft aan boord echter geen bevoegdheid, die ligt bij de piloot. Nadat in het verleden enkele doden gevallen zijn bij uitzettingen, is het de marechaussee verboden om bij mensen die uitgezet worden integraalhelmen in te zetten, mondafsluitende middelen te gebruiken, zoals een knevel, tape aan te brengen op het gezicht of de hals, het bovenlichaam naar beneden te drukken, omdat dit een vrije ademhaling verhindert. Wat zou u als reiziger moeten doen als iemand onder begeleiding van marechaussee en dus onvrijwillig aan boord is? Kijkt u goed of er in uw vliegtuig uit te zettenen aan boord zijn, vooral op de achterste zitplaatsen of achter een gordijn. Als u vermoedt dat bepaalde passagiers uit te zettenen zijn, probeer dan met ze in contact te treden. Vraag hen of u iemand over de uitzetting informeren kunt, bijvoorbeeld door iemand op te bellen. Protesteer als er geweld wordt ingezet tegen de uit te zettenen. Neem contact op met andere passagiers. Samen staat u sterker. Ga naar voren naar de piloot en roep hem op de uit te zettenen niet tegen zijn wil mee te nemen. Kondig aan in de toekomst niet meer met deze maatschappij te willen vliegen. Blijf bij uw handelen rustig en bezonnen. Documenteer en fotografeer wat er gebeurt. Noteer de namen en adressen van andere passagiers als getuigen. Ga niet zitten. Maak uw gordels niet vast. Zet uw mobiele telefoon niet uit. Op deze manier kunt u de start van de machine verhinderen.